De John S. Thompsonbrug wordt vanwege zijn opvallende kleuren ook wel regenboogbrug genoemd. Maar de kleuren zijn vervaagd. Daarom herstellen schilders de brug in oude glorie. Tijdens deze schilderbeurt is de brug gewoon open. Aannemer GSB bedacht hiervoor een handig systeem, de Slim Fit Coach. Dit is een soort mobiele bedrijfshal die we over een brugdeel schuiven. De schilders doen boven in de bedrijfshal veilig hun werk en het verkeer rijdt er gewoon onderdoor. Is er een brugdeel klaar, dan verplaatst de Slim Fit Coach naar het volgende brugdeel. Die verhuizing duurt 2 dagen. In het weekend van 3 en 4 juli was het weer zover. De bedrijfshal verplaatste naar het 5e brugdeel. In totaal zijn er 9 brugdelen. De werkzaamheden zijn dus al op de helft. We verwachten in de zomer van 2022 helemaal klaar te zijn met schilderen. De John S. Thompsonbrug werd gebouwd in 1928. Daardoor zijn bepaalde onderdelen nu versleten. Dit is niet direct gevaarlijk, maar we gaan het wel herstellen. De werkzaamheden worden tegelijk met het schilderwerk uitgevoerd en moeten eind 2021 klaar zijn. Zwaar verkeer wordt tot die tijd omgeleid. Eind 2022 vervangen we ook het wegdek en het fietspad. Rijkswaterstaat werkt continu aan de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en tientallen bruggen, sluizen en stuwen. Zo zorgen we dat het verkeer vlot doorstroomt en Nederland veilig blijft.